D42 bij Westernes is waarschijnlijk een van de minst bekende hunebedden van Nederland. En toch is het met zijn 17 meter lengte een van de grootste hunebedden die we hebben. Er zijn wel wat stenen weg, zoals hier, maar daardoor heeft deze prachtige boom hier kunnen groeien. Ze hebben hier wel eens een kleine opgraving uitgevoerd. En toen zaten ze hier bij de ingang, hebben ze het zand weggegraven en dan zagen ze donkere vlekken in het zand. Daar hebben ooit stenen gestaan zoals deze. Die stonden dan hier en hier en hier en hier tegenover elkaar. Zodat je een echt gangetje naar die ingang kreeg. Je moet behalve naar de stenen van het hunebed ook kijken naar andere stenen die hier staan. Deze basalte paaltjes die zijn daar bijna 100 jaar geleden neergezet om het terrein waar het hunebed op lag af te bakenen.